De verleiding is natuurlijk groot om in te gaan op wat er hiervoor gezegd is. Dat doe ik heel even, dan begin ik met een kleine ergernis en dan worden ze geleidelijk aan groter. En dan sluit ik het heel positief af. Er kwamen twee dingen aan de orde waar ik wel een zeker bezwaar tegen heb uit retorisch perspectief. En dat betreft het luisteren naar de burger en dat betreft de kwestie van de veiligheid. Dat zijn beide retorische punten van rechts en ik denk dat het niet verstandig is om met die retorische punten van rechts mee te gaan. Het is natuurlijk, als je zegt van er moet helemaal niet naar de burgers worden geluisterd, klinkt dan een beetje cru. Maar het hele idee van dat er naar de burgers geluisterd moet worden of dat het land moet worden teruggegeven aan de burgers, als u daar 3 minuten over nadenkt, of misschien bent u in 30 seconden aan klaar, dan ziet u dat er gewoon wezenloos gelul is. Ga daar dus niet mee. We hebben in Nederland 16,5 miljoen burgers, waarvan sommigen helemaal niet meer kunnen praten en sommigen kunnen het nog niet. Maar daartussen zitten er pak een beet 14 miljoen die het wel kunnen. Naar wie gaat men luisteren? Hè? Dat is namelijk altijd de vraag. Ga straks de straat op, spreekt iemand aan in Bussum, die is doodtevreden. Hè? Alles gaat hier goed, begrijp ik. Een van de weinige plekken van Nederland kennelijk. De vlag uit wat mij betreft. Hè? En nu die kwestie van de veiligheid. Ik vond het wel interessant eigenlijk dat Job Cohen zei dat het vooral thuis veilig moest zijn. Het is heel ongelukkig, maar vooral thuis is het retende onveilig. Ja. Er worden in Nederland, dames en heren, 160 moorden per jaar gepleegd en tussen de 30% en 40% vindt plaats in de relationele sfeer. Dus als u straks thuis komt, hè, dan is het misschien verstandig om toch ook de rugdekking te zoeken die altijd noodzakelijk blijft. En dat niet alleen, wist u dat er binnenshuis in Nederland ongeveer 4 maal zoveel dodelijke ongelukken plaatsvinden als in het Nederlandse verkeer. Het Nederlandse verkeer is het aantal doden sterk gereduceerd, is tegenwoordig ongeveer 700 per jaar. Komt wel een klein beetje omdat we een hele rare rekenmethode gebruiken, namelijk als je pas 48 uur na het ongeluk doodgaat, word je geacht aan natuurlijke oorzaken te zijn overleden. Ja, wat... Dat begrijpt u wel, de statistiek een tikje drukt. Wij zitten heel erg laag internationaal. Maar binnenshuis vallen meer dan 3000 doden per jaar. En ik wil hier in het bijzonder waarschuwen voor de trap. Er zitten hier nogal wat ouderen. Vooral voor 65-plussers is in feite de trap een ruksigloze moordenaar. Daar is veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. U zult zeggen, dat staat hier te verzinnen, maar dat is niet zo. Een geleerde van MIT heeft een dik boek geschreven over de trap. En wat blijkt uit dat onderzoek? Dat 65-plussers in het bijzonder moeten oppassen voor de trap. Maar het gaat vooral om de onderste en de bovenste 3 treden. En als u er even over nadenkt, begrijpt u dat ook, want dan denk je, ik ben er al. En dan maak je toch nog een hele lelijke val. He? Als het dan niet een vioolsnaar is die uw partner over de trap gespannen heeft. Dus die veiligheid binnenshuis, die kunnen wij volstrekt niet garanderen. En ik zou dat ook niet in het partijprogramma opnemen. Want daar word je mee doogeloos op afgerekend over 4 jaar. Denk ik zo. Dat wat betreft die 2 punten, maar dat bedoel ik toch allemaal heel serieus eigenlijk in de zin, laat je niet meenemen door de rechtse retoriek die grotendeels betekenisloos is. De veiligheid, we krijgen nu een ministerie van veiligheid, dat is volstrekt lachwekkend in een van de veiligste landen ter wereld. De criminaliteit neemt in Nederland al 20 jaar af. De criminaliteit neemt in alle westerse landen al ruim 20 jaar af, sinds de vroege jaren 90. De hoofdoorzaak schijnt te zijn dat er in alle westerse landen minder jonge mannen zijn. U weet, ja, het is heel vervelend om dat te melden. Hier zitten ongetwijfeld hele rustige types die niks van plan zijn. Maar vrijwel alle criminaliteit is het product van jonge mannen. Als we alle jonge mannen tussen de 16 en de 30 op zouden sluiten in werkkampen op de noordelijke Veluwe, zoals dacht ik Ruud Lubbers ooit nog eens voorgesteld heeft. Hele verstandige politicus in sommige opzichten. Dan kan ik u verzekeren, dan zou vandalisme, kleine criminaliteit, de hele sante kraam. En dan organiseer je het zo dat ze mogen er pas uit als ze een vaste vriendin hebben. Ja, daar lacht u om. Maar iedereen die
kinderen heeft gehad in deze specifieke leeftijd weet dat een vaste vriendin automatisch leidt tot een opmerkelijke stabiliteit. Vroeg thuiskomen zonder drankmisbruik, vooral omdat er dan natuurlijk ander vermaak is. Wat vooral afhankelijk is van de thuissituatie. Ik wou er straks eigenlijk beginnen, dit wat betreft mijn reacties op wat er gezegd is, maar trek u dat aan. Laat je niet meezuigen in die discussie over die veiligheid. Laat je niet meezuigen in dat wezenloze populistische gelul over de burger. Dat is gewoon onzin. En daar moet je ook een beetje straf op kunnen reageren. Mijn eerste kleine punt van ergernis is dat voortdurende fysieke bekloppen van elkaar, wat in Den Haag in de mode is geraakt in de afgelopen maand. Ik heb werkelijk vermoed dat Verhagen en Rutte iets intiems hadden ontwikkeld. Ja, en dat nog wel onder leiding van Opstelten, hè? Waarbij je dat helemaal niet goed kunt voorstellen. Dan moet je beter maar niet door beklopt worden natuurlijk. Maar dat was werkelijk, er ging geen gelegenheid voorbij of ze stonden met hun armen om elkaar heen. Ze raakten elkaar op de bovenarm aan. Het enige wat er nog aan brak was tongzoenen. He? En het zou mij niet verbazen als dat binnenkamers ook al een gewoonte is geworden. He? Dat bij het begin van de kabinetsvergadering, poem, eerst even de vicepremier en de premier samen. En dan dat ze dan zeggen van, he, dat is ons voorbeeld aan de rest van de ploeg. En ik zag toch tot mijn lichte spijt dat Job Cohen een soort disco-stompje uitdeelde aan Mark Rutte. Ik hoop dat niet meer te zien. En dan nog een laatste punt wat betreft Rutte. Hij was in Brussel. Kan dat, die vreselijke glimlach, kan dat ook niet beëindigd worden? Je hebt een klote kabinet, kijk er dan ook kloterig bij. Hè? En dat die duim omhoog steken. Ik bedoel, kan daar niet een motie in de Kamer worden aangenomen? Dat de premier zich een beetje gaat gedragen. Hè? En niet doet alsof hij 17 is en die hele rotsfeer van oude jongens krentenbrood onder elkaar. Ik werd getroffen door een diep verlangen naar Rommen en Willem Drees. Daar kan je niet van voorstellen dat ze dan, hè, Drees met zijn arm om Rommen heen. Dat, hè, maar ook Kok natuurlijk. Die juist zo'n chagrijnig kon kijken. En daar verlangde ik eigenlijk naar. Hè? Ik kon mijn Kok en er is kennelijk een heel nieuwe generatie aangetreden. Heeft u gezien dat Rutte voor het oog van de camera Geert Wilders omhelst heeft? He, wat vond u daar nou van? Dat zou u toch niet graag doen? Nou, wel, u bent een beetje uit het veld geslagen en kennelijk denken sommigen, nou, een unieke kans. Ah. Goed, dat punt 1. Punt 2. Daar heb ik mijn werk grenzeloos aan geërgerd en ik vond het heel jammer dat daar geen brede kritiek op is gekomen. Een dag voordat die minister-president werd, kan ook dezelfde dag zijn geweest, ik wil er even vanaf zijn, zei Rutte 3 dingen. Hij ging orde op zaken stellen in Nederland. Oh ja, ik wist helemaal niet dat er een chaotisch en wanordelijk land was. Er valt niks orde op zaken te stellen. Ik zou zeggen, als hij de zaak blijft runnen zoals hij de afgelopen 30 jaar gerund is, dan mogen we verdomde blij zijn. En hij ook trouwens. Hè? En als we het zo eens bekijken, zal dat niet het geval zijn. Hij zei ook nog, ja, ik ga Nederland uit de crisis trekken. Hoezo, dat is al gebeurd. Hè? Dus ik zag eigenlijk de algemene beschouwingen van volgend jaar al hangen van, moet je eens even kijken wat we tot stand hebben gebracht. Wilt u er dan volgend jaar speciaal aan mij denken en daarbij denken, nee, dat hebben zij helemaal niet gedaan, dat was allang gebeurd. Het is hun verdienste niet als het volgend jaar goed gaat. En dan was er nog iets, dat betrof geloof ik ook de economie, nou, dat is dus die kwestie van die crisis, dus het was vlot trekken. Oh ja, Nederland ging van de rem af. Dat had u helemaal niet gemerkt, maar wij rijden al 40 jaar op de rem. Nou, en u begrijpt wie daar alsmaar op zit te trappen. De paus van de linkse kerk, wie dat dan ook mogen wezen. Ja. Nou moet u weten, en nu kom ik uiteindelijk weer terug op mijn punt van de rechtse retoriek. Ja. U moet weten dat Nederland het sinds de vroege jaren 80 werkelijk in economisch opzicht fenomenaal goed gedaan heeft.
Wij zijn op dit moment het één na rijkste land van de Europese Unie. Dat wordt u niet verteld in de krant. En sterker nog, alle goede nieuws over Nederland is binnen de trechter van de rechtse retoriek in feite slecht nieuws. Maar dat is niet zo. Het rijkste land is Luxemburg. Daar wil je niks mee te maken hebben. Dat is een crimineel roofstaatje. He, dus de lui die er hard voor werken, dat zijn wij. En dan zijn wij in feite met wat redeneertrucs het rijkste land van Europa. En dat hebben we zelf gedaan. He. Dat hebben Lubbers en al die kabinetten die daarop gevolgd zijn. Ook heel gek dat de VVD niet meer trots is op de twee paarse kabinetten. Ze doen nu net alsof ze daar helemaal niet bij zijn geweest. Ze kijken gewoon de andere kant op. Maar kan u verzekeren, daar kun je ook niet bij voorstellen trouwens dat Frits Bolkestein met Wim Kok zo met de armen om elkaar. Hé hey Wim, geef me nog een kusje joh. Hè? Lekker. En dan met de duim omhoog. Fijne mans. Ja, het is een soort van... Het is een soort van adolescente padvinderij waar je niks mee te maken wil hebben. Hè? Wat mij betreft, daar kan u als bejaarde spreken ook. Ja, en het hoort ook tot de rechtse retoriek om voortdurend de suggestie te wekken dat er in Nederland niets in orde is. Of dat nu de veiligheid is, of dat we niet naar de burgers luisteren, of dat de economie niet goed gaat. Het gaat retende goed met de economie. Nederland heeft de laagste werkloosheid van Europa. Nederland was het eerste land waar de werkloosheid weer begon te dalen. Ik weet niet of u het nog herinnert, het Centraal Planbureau zei vorig jaar dat de werkloosheid in Nederland zou oplopen tot 9,6%. We komen nog niet eens in de buurt van 9,6%. Kijk dus naar de droefenissen in de Verenigde Staten. Het volgende punt, waar was Rutte? Rutte was in Brussel. Het zal u ook opgevallen zijn dat hij daar eigenlijk al direct verreweg de belangrijkste speler was. Hè? Ja, god, je zag af en toe Merkel, maar die was eigenlijk steeds in gesprek met Rutte om te vragen hoe welke kant het op moest. En ook zijn vriend Cameron, hij is ook meteen 2 minuten, potverdrie, ik heb de helft nog niet gezegd. Maken we even tempo. Cameron was ook diep onder de indruk, kan ik u wel zeggen. Ze hebben een vriendschap voor het leven gesloten. Ze hebben samen een banaan gegeten en nou, dat komt wel in orde. Hè? Die hele EU, Rutte was naar Brussel gegaan om de zaken op nul te houden. Het werd tenslotte 2,9%, dus zo indrukwekkend was het nou ook weer niet, moet ik zeggen. Maar daarbij werd Brussel, Europa, steeds ook weer de rechtse retoriek voorgesteld als een levensgevaarlijke slok op. Hè? Je hoeft maar even de andere kant op te kijken en ze verslinden miljarden, niet waar, met allerlei halfgare projecten die in feite nergens goed voor zijn. Maar dat is helemaal niet waar, dames en heren. Weet u wat u persoonlijk betaalt aan de EU per jaar? Wat denkt u? Netto. He, want u weet, je betaalt wat en dan krijg je 1 miljard terug omdat Flevoland een derde wereldgebied is. Vanwege die runderen. Wat denkt u dat het is? Wat denkt u dat dat bedrag is per jaar? Netto per jaar? Voor persoonlijk? 175, ja, niemand weet het precies, maar het is ergens tussen de 175 en de 200. Het bruto bedrag ligt daar iets boven de 200. Maar wat je nooit leest, is wat het opbrengt. Wat brengt het op per jaar voor u? Ja, ruim 2000. Hè? Netto verdient elke Nederlander, en dat is een lage schatting, netto verdient elke Nederlander elk jaar 2000 euro aan de Europese Unie. Het is geen slok op. Er is ook geen superstaat. Neem dat woord nooit in de mond. Grote fout die J.P. Balkenende gemaakt heeft. Dat hij in feite de retoriek over de EU van rechts heeft overgenomen. Doe dat vooral niet. De EU is een onmetelijke zegen. En wij moeten daar een afstand van nemen. Wij kunnen ons veel beter opnieuw bekennen tot het ideaal van een, wat mij betreft, federatief Europa. En dan is het allerlaatste punt, 1 minuut heb ik nog, hè? Ja, dat dacht ik al. En dat is iets wat ik ook aan onze huidige minister-president verwijt. Ook een discussiepuntje, ook retoriek van rechts. Dat is de massale immigratie van kansarmen in Nederland. Dat is uitgevonden vanzelfsprekend door de populisten. Maar als u opgelet heeft in de campagne dit jaar, heeft u ook Rutte steeds horen spreken over de massale immigratie van kansarmen. Dan heb ik een tip voor u. U gaat straks allemaal naar huis. Dan gaat u gebakken aardappels eten. En daarna gaat u naar boven, naar de computer.
En dan tipt u aan de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek. CBS Home heet het, geloof ik. En dan zoekt u de categorie bevolking. En bij bevolking kunt u kijken naar immigratie. Dan geef ik u nog twee raadseltjes op. Namelijk, wat is de netto instroom uit Turkije en Marokko in Nederland in het laatste jaar dat we daarover betrouwbare cijfers hebben? Wat denkt u? Uit Marokko, daar beginnen we mee. Netto instroom uit Marokko. Ik ga er even vanuit dat die Duitsers die Nederland binnenkomen niet als kansarmen worden gezien. Hè? Wat ze hier trouwens komen doen, hè, is een raadselachtige zaak. Ik vond het ook wel geestig, ik las een heel stuk over Scandinavisering. Hè? Ja. Wat denkt u, wat is de netto instroom uit Marokko in 2008? Hij is niet negatief. Nee, moet niet mooier maken dan het is. Trouwens, mooier, wat is er tegen trouwens? Het is... Dat zou dan 2009 moeten zijn. Als we het CBS geloven, is de netto instroom in 2008 1800 zielen. Er is wat netto, er is wat uitstroom, er is instroom. 2008 1800 zielen in Turkije is ongeveer hetzelfde. En de massale, er is een zeer omvangrijk. Het gekke is, de populisten spreken steeds van een massale instroom. Ongeveer 150.000 mensen per jaar. Maar ze vertellen je er nooit bij dat 90.000 weer vertrekken. Dan is de suggestie, ja, de intelligenten vertrekken en de dommen komen binnen. Dat is het idee. Maar als je kijkt hoe het vertrek en de binnenkomst in elkaar zitten, kijkt u maar naar de website, zult u zien dat vertrekkers en binnenkomers globaal ongeveer uit dezelfde landen komen. Dus het netto-effect is totaal anders dan het veronderstelde retorische bruto-effect. Doe dat nou voor mijn lol. Gelooft u dus niet aan de rechtse retoriek op al die terreinen die ik heb aangestipt. Daar kunt u een heel nuttig begin maken. En als u mij gelooft, dan gaat u opgewekt naar huis. Dank u wel.